wel of geen verdelgingsmiddelen, man vliegt tegen eigen huis en de dag van links. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Roundup is een bekend verdelgingsmiddel en daarin zit de stof glyfosaat. In Amerika is het bedrijf Monsanto opgedragen een schadevergoeding van 289 miljoen te betalen aan een man die door veel contact met Roundup kanker heeft gekregen. Glyfosaat wordt veel door landbouwers in Suriname gebruikt om onkruid op landbouwgrond te bestrijden. Dat maakt het schoonmaken van het terrein makkelijker. Er zijn landbouwers bijvoorbeeld, je hebt een sinaasappel aanplant, bananen aanplant of waar niet, waar je, dan kan je daar onderaan spuiten, wat niet raadzaam is eigenlijk. Want net wat ik zei, het werkt door tot in de bodem en dat kan die plant aantasten, die wortels van die plant. Dat is meer onkruid verdelgen. Meneer Bainat is voorzitter van de landbouwcoöperatie Quetta en is zelfs ook landbouwer. Ook hij gebruikt vaak bestrijdingsmiddelen. Dus als die bodem wordt aangetast, dan, dan neemt het plant ook via de wortels het gif. Dan gaat hij door tot in de wortels. Als je glyfosaat ergens bespuit, dan moet je zeker een maand lang daar, anderhalf maand lang daar niets meer planten totdat het afbreekt. Dwayne Johnson, een Amerikaanse tuinman, heeft een ernstige vorm van huidkanker. Volgens hem en veel anderen komt het door het middel Roundup. Het bedrijf Monsanto produceert Roundup en ontkent dat. Elk middel, je hebt karate, je hebt diacinon, welk chemisch middel dan ook, zijn allemaal kankerverwekkend. Maar je moet, daarom zijn er veiligheidsvoorschriften. Je moet je masker en al dat soort dingen, dus veiligheidsvoorschriften, dat moet je goed in de gaten houden als je ermee gaat spuiten. Maar goed, mensen doen dat niet en dan loop je het risico van dat je kanker oploopt. Bestrijdingsmiddelen met glyfosaten werden ook verboden door de regering in Suriname. Maar omdat het een grote hulp is voor de productie van voedsel, is het gebruik voor een poos nog toegestaan. Maar tot dit jaar mag het gebruikt worden. En na dit jaar daar is het verboden. Maar intussen heeft Nederland zijn haartermijn dan verlengd met 5 jaar. En dus in Nederland mag het nog 5 jaar. Dus boeren hebben hier toch een beetje bezwaar van als het in Nederland gebruikt kan worden. Waarom niet? Omdat er bijna geen vervanging is. De rechtszaak van meneer Johnson is een van de duizenden die tegen het bedrijf Monsanto om de productie van Roundup te stoppen. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen het oordeel van de rechter. Man stort met vliegtuig op eigen huis. Man in China voorkomt veel ongelukken. En criminelen stelen salaris van veel personen. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Twee Amerikaanse mannen zijn veroordeeld voor het stelen van het salaris van tientallen werknemers van verschillende universiteiten. Ze hebben dit gedaan via de computer- en internetverbindingen en hebben meer dan $1 miljoen gestolen. De twee mannen gebruikten een truc die wordt genoemd phishing. Vertaald naar het Nederlands betekent dat vissen of hengelen. De mannen pasten de truc toe op medewerkers van de administratie van de universiteiten. Op die manier konden ze in de computers van de universiteiten bankrekeningnummers veranderen. Het salaris van veel medewerkers werd dan gestort op rekeningen van de dieven. Die namen het geld en vluchtten naar Nigeria. De politie in dat land pakte ze op en leverde ze uit aan Amerika. Daar werden ze veroordeeld tot meer dan 3 jaar gevangenisstraf. In China heeft een man mogelijk de levens van tientallen anderen gered. Er deed zich een aardverschuiving voor langs een weg waar veel auto's langskomen. De man was in de omgeving en kon aan bepaalde dingen zien dat er een aardverschuiving op komst was. Hij stopte in totaal 15 auto's en verzocht ze niet door te rijden. Kort daarna gebeurde dit. Bij dit soort aardverschuivingen komen vaak mensen om het leven.
De personen in de 15 auto's mogen dus van geluk spreken dat er iemand was om ze te waarschuwen. Gisteren brachten wij het bericht van een man in Amerika die vrijdag een vliegtuig van het bedrijf waar hij werkte was gaan vliegen en ermee is neergestort. Zondag gebeurde er weer zoiets. Een man in Texas in Amerika heeft vermoedelijk een vliegtuig laten neerstorten op zijn eigen huis. De man Dwayne Youth zou dit gedaan hebben uit boosheid. Hij had zondag een heftige ruzie gekregen met zijn vrouw en werd aangehouden door de politie voor mishandeling. Een paar uur later werd meneer Youth vrijgelaten. Hij was een piloot en werkte voor een groot bouwbedrijf. Na zijn vrijlatingen pakte hij het vliegtuig van het bedrijf waar hij voor werkte en vloog naar de omgeving van zijn huis. Vervolgens liet hij het vliegtuig op het huis neerstorten. Zijn vrouw en zoon konden uit het huis komen zonder ongelukken. Meneer Youth overleed en het huis brandde gedeeltelijk af. Linkshandig zijn is best bijzonder. Maar deze bijzonderheid brengt aan de andere kant best veel ongemak met zich mee voor de linkshandigen zelf. Rechtshandigen hebben dat vaak niet door. Ik vind het geweldig om linkshandig te zijn. En anderen schrijven met rechts en het is raar. Ik vind het vreemd hoe anderen met rechts schrijven. Gisteren was het de Internationale Linkshandige Dag. Die dag is gekomen om aandacht te vragen voor de ongemakken van linkshandigen in een maatschappij waar 90% rechtshandig is. Simpele voorwerpen als scharen en blikopeners zijn eigenlijk gemaakt voor rechtshandigen. Voor de linkshandigen is de wereld eigenlijk heel moeilijk, omdat de wereld gericht is op het rechtshandige, de rechtshandige mens. Dus de linkshandigen hebben het aardig moeilijk. De meeste aanpassingen, er moeten aanpassingen speciaal voor hun gepleegd worden. Omdat als je kijkt naar de muis is gericht op de rechtshandige persoon. En zo heb je tal van zaken die meer voor de rechtshandigen zijn dan voor de linkshandigen. Voorwerpen waarmee linkshandigen vooral moeite mee hebben, zijn bijvoorbeeld de schaar, de muis, het toetsenbord. De nummers staan vaak aan de rechterkant, dus is het moeilijk voor de linkshandigen om bij het intoetsen van de nummers bijvoorbeeld. Dat linkshandigen creatiever zijn dan rechtshandigen. Hier wordt best wel wat over gediscussieerd en dat snap ik ook best wel, want als rechtshandige ga je natuurlijk niet toegeven dat die linkshandige, dat die vriend van jou linkshandig is. Ja, hé, je bent wel een stuk creatiever, man. Nee, dat is denk ik niet zo, maar er wordt dus veel gezegd dat linkshandigen creatiever zijn, omdat de linker hersenhelft, het creatieve gedeelte, beter ontwikkeld is dan bij rechtshandigen. Ja, uit onderzoek is gebleken dat personen die linkshandig zijn een creatiever brein hebben. Dat heeft een oorzaak, zegt mevrouw Monsanto. Zij is fysiotherapeut. Linkshandigen moeten vaak aanpassingen plegen. Er zijn natuurlijk ook speciale voorwerpen. Voorwerpen zijn aangepast voor ze, zoals bijvoorbeeld de schaar. Maar in andere gevallen moeten ze vaak zelf zijn ze gedwongen eigenlijk om oplossingen te bedenken. En wat merk je dan? Dat ze vaak ook heel veel creatiever zijn, omdat ze de dingen niet voor de hand hebben liggen. Ik ben blij dat ik met links kan schrijven en ik ben trots op mezelf. Maar linkshandig zijn blijft een uitdaging. De 90% rechtshandigen in de wereld en in Suriname kunnen wat dingen doen of helpen om het allemaal een beetje makkelijker te maken. In principe zou het heel handig zijn om in Suriname ook een lefty shop te hebben. Dat hebben we namelijk hier niet. Dus is het zoeken naar spullen voor linkshandigen ook wat moeilijk. Wat moeilijker, terwijl als je een lefty shop hebt, dan kan je naar die specifieke winkel gaan om spulletjes aan te schaffen, speciaal voor de linkshandige kinderen, voor de linkshandige tieners en sowieso ook voor de linkshandige volwassenen. Ik wil jullie allemaal meegeven dat als je een linkshandige hebt in de familie, het zijn broer, het zijn zus, het zijn oom, het zijn tante, een moeder of een vader, hou er natuurlijk rekening mee als je wat leuks voor de persoon wil kopen, dat je echt gaat en gaat kijken van wat past het best bij zo'n linkshandige persoon. Wat ook is gebleken uit onderzoek is dat veel linkshandigen erg intelligent zijn. Leonardo da Vinci, Beethoven, Einstein, Picasso, Barack Obama, Diego Maradona en Lionel Messi, allemaal bekende linkshandigen. En de 10 minuten zijn om. Slaap lekker voor straks en tot morgen!